Leuk dat je kijkt naar deze Tube Tube special. Wij zijn hier vandaag in de Pathé in Amsterdam, want hier is natuurlijk een première van een fantastische film. Wonder Park gaat hier vandaag in première. Haar hele leven droomde ze over een pretpark. Ik heb Wonderland bedacht toen ik klein was. En gek genoeg kwam het tot leven. Niet te geloven. Welkom! Een verloren land. Een magische plek die erop wacht om ontdekt te worden. Een animatiefilm over een meisje dat een park bedenkt in haar hoofd. En die fantasie komt plots uit. Dus plots heeft ze haar eigen park. En de hoofdrol van dit personage wordt ingesproken door Stefania. Goedemorgen, June Bailey. Banky, operatie Looping Loop gaat van start. Ze zeiden dat het niet kon. Maar aanschouw! Wie zei dat het niet kon? Ze. Wie zijn ze? Bij wijze van spreken, pin me niet vast op details. En nog heel veel andere stemmen hebben ook stemmen ingesproken, zoals Jan Kooijman en Roué, een heleboel mensen. En die gaan proberen allemaal even te strikken voor de wat pittige vragen. Hier staan we bij Stefania en Zij speelt June in de film. Was het leuk om te doen? Ja, echt geweldig. Ja. Lijkt ze een beetje op jou? Soms wel, ja. Als ze dingen wil, zeg maar, en ze krijgt het niet, dan lijkt ze wel een beetje op mij. Hoe was de ervaring? Ja, echt vet. Ik mis het eigenlijk om in de studio te staan en gewoon in te kunnen spreken. En je hebt ook de intro song, die heb je ook gezongen. Ja. Stond dat nummer al of is het nieuw geschreven? Het nummer is origineel Engels. Ja. En het is ingezongen door Rachel Platten. Maar wij hebben het vertaald naar het Nederlands. Er zijn ook een paar dingen anders geworden. En ik ga het zo speciaal voor jullie zingen. Dus ja, dat is vergeet de regels, want je weet het jij. We staan bij Jan en hij spreekt een hele leuke stem in. De papa, toch? Ja, de papa van de hoofdrolspeelster. En die wordt natuurlijk ingesproken door Stefania. Ja. Ja? Was het een beetje een lieve papa of is het meer de papa die het leven van de dochter zuur maakt? Nee, ik ben echt een hele lieve papa. Ik ben een beetje een nerd, want zij is zelf ook een beetje een nerd. Zij houdt heel erg van wiskunde en zo. En dat heeft ze een beetje van haar papa. En er gebeurt natuurlijk nogal iets vervelends in het leven van dit gezinnetje. Want de mama wordt een beetje ziek in de film. Mm-hmm. En die moet naar het ziekenhuis. En dan staat papa er ineens alleen voor. En dat is natuurlijk zowel voor het kindje als voor de papa wel even wennen. En was het een beetje een leuke dochter of kende je Stefania nog niet? Ik zie Stefania nu net voor het eerst, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn oudste dochter een beetje fan is van haar. Dus ik ken haar wel van filmpjes en dat soort dingen. Dus we gaan straks even een handtekening scoren, denk ik. Of in ieder geval een foto. Dus het is nu de eerste keer dat jullie elkaar zien, ook al hebben jullie samen een film gedaan. Ja, grappig is dat. Ja, eigenlijk, dat is wel leuk om te vertellen, als je zo'n film maakt met elkaar, dan zie je elkaar nooit. Je spreekt al je eigen dingen gewoon in de studio en je zit voor een scherm. Alleen maar met een regisseur of een regisseuse. En elkaar zie je eigenlijk niet en dat gaat een beetje langs elkaar heen. En dan meestal op de première dan zie je elkaar en zegt, hé, wat leuk. En dan heb je wel het gevoel dat je elkaar een beetje kent. Want dan ben je toch papa en dochter geweest met elkaar. En er zijn nog scènes waar we naar moeten uitkijken in de film, dat we gaan tegenkomen. Dat we weten, dat vond hij heel leuk om te doen. Er zit zoveel leuks in deze film sowieso. En niet alleen maar met de papa de scènes, maar eigenlijk gewoon met alles. Want het is zo'n vrolijke, lieve film dat er echt heel erg veel leuks gebeurt. Het is tijd om Wonderland weer tot leven te brengen. Wat we hier zien is ongelooflijk. En hier naast mij staat ook nog Tim Douwsma. En die heeft ook een leuk rolletje ingesproken. Ik was Peanut de chimpansee. Jullie zijn super schitterend. Kom op jongens, hoogste tijd. Was het leuk? Nee, ontzettend leuk. Het is altijd zo leuk om te mogen doen, om een rol in te mogen spreken. En dit was ook zo'n frisse, vrolijke, enthousiaste film, dus ik heb er ontzettend genoten, ja. Maar sprak hij wel of waren het apengeluiden dat je Het was wel een beetje gek, want op een gegeven moment stond ik in de studio en zei ze, ja, je moet een beetje andere geluiden maken. Dus dat was even zoeken, even oefenen. Ja? Maar we gaan straks horen of het een beetje gelukt is. Jij breekt de regels, want je weet het, jij bent... Boomer en Gas. En Gas. En het zijn twee... Nou, auw!
Ik heb er ook vertrouwen in. Het was wel echt een hele leuke ervaring. Ja, definitely. Ging het allemaal vlotjes of ging het een beetje... Ja, je kan niet... Bij hun moet het vlotjes. Ja. Maar ze zijn zo warrig en chaotisch. Ja. En ze praten ook door elkaar heen. Dus op een gegeven moment bij het inspreken wist je niet meer... Zegt hij het nou of zegt die ander? Oh ja. Ja. En tijdens het inspreken wist ik ineens niet meer... Ben ik nou die of die? Want ze zijn twee broers, ze lijken op elkaar. Ja, ze lijken ook op elkaar. En ze zijn ook heel hype en ze door elkaar heen. Ja. Oh, mijn staart! Dat was geweldig! Stel dat jullie nu een pretpark zouden mogen bedenken, welke attractie moet er zeker in zitten? De Python. Oeh, de Python, ja, cool. En? Wij waren vorig jaar in de Universal Studios in Amerika en daar hadden ze een Zwijnstein, Harry Potter helemaal. Dat was fantastisch. Dus jouw pretpark zou gewoon Harry Potter zijn. En als jij een eigen pretpark zou mogen bedenken, wat zou er dan in staan? Heel veel smaak. Superhelden. Superhelden? Oeh, welke superhelden? Iron Man, Thanos en allemaal. Iron Man, Thanos. Jij bent het wonder, het licht en het donder. Je bent de fondie. Oh. Nou, hier zit iedereen klaar, want Stefania die gaat zo meteen de titelsong van de film gaat ze hier zingen op de big stage. En kijk maar eens rond, iedereen zit klaar. Stefania gaat beginnen met het optreden. Daar staat ze. You say love is a game that we play. If that's true, it's you and me. Hey, veel plezier met de film. Dankjewel. Nou, hoe vond je het optreden van Stefania trouwens? Ja, supergoed toch? Nice, wow, hebben wij gewoon mogen meemaken. Ja, ik had al stiekem een beetje op YouTube gekeken en toen dacht ik was ik een heel mooi zingen, maar live is ook wel heel erg goed. Cool. Ja, ik ga kijken. Doei. Zeker, doei. Ik wil het uit! Nee! De wielen zijn vastgezet, toch? Oh, daar was dit dus voor. Oeps. Nee. Mij bekruipt het gevoel dat dit niet zo goed af gaat lopen voor ons allemaal. Hey, leuk dat je keek naar deze Tube Tube special. Wonder Park draait vanaf nu in de bioscoop, dus je kan gewoon gaan kijken en laat dan zeker mij weten wat je van de film vond. En je kan ook abonneren op dit kanaal. Ik ga nu snel vertrekken. Oeps. Tot volgende keer!